Nou, pa, we vonden het weer tijd voor een nieuw filmpje, hè? Ja, het is wel weer een beetje een poosje geleden. Ja. Ik zit er eigenlijk een beetje op te wachten dat het weer gebeurt. Er is weer balkenbrei. En ja. Nou, daar willen we eigenlijk de mensen even iets over vertellen. Ja, nou, het is de R in de maand, dus tijd voor winterkost. En onder die winterkost hoort natuurlijk ook de balkenbrei. We nemen een beetje afscheid van de kruutmoes en gaan met de balkenbrei beginnen. Wat dan deze week ook gebeurd is. Balkenbrei was vroeger, na de huisslachting, was het eigenlijk het eindproduct van al hetgene wat er over was van de slacht. Restjes, lever, longen, tong, hart, alles werd erin gegooid. Dat werd in een pan met water, wat later dan de bouillon is, werd dat gaar gekookt, gedraaid door een wolf, door een gehaktmachine. Ja. En werd daarin teruggestort. En als ze dan aan de kook raakte, ging daar kruiden en zout in. De kruiden bestond vroeger uit rommelkruid. Rommelkruid was een mix, naar ik meen, van peper, anijs, kaneel, kaneel ook nog zelfs, en kruidnagel en wat piment. Ja. Gaf een specifieke smaak. Wij laten nu die kruiden maken door onze kruidenfabrikant en die heeft er ook een eigen mix van gemaakt. Ja. Is iets anders, maar dat maakt niet uit. Dan werd dat spul aan de kook gemaakt en voor een verzoenlijke pan balkenbrei te maken, was vroeger waar we met drie mensen nodig, want één die moest de pan vasthouden, één moest roeren en één moest de meel toevoegen. Ja, dat is echt wel serieus zwaar werken. Ja, dat is serieus zwaar werken. En er moet veel meel in en het moet, de lepel moet er minstens recht omheen staan en nog wel iets meer. Ja. En dat was dus een heel feest. Dat was ook het laatste van het huisslachten. Ja. Dan waren ze aan de borrel toe. Ja, precies. Ja. Hey, pa, je zei al, vroeger ging dit en dit erin, ook longen en zo. Nou, tegenwoordig is dat niet meer zo. Nee. Wat draaide er nu allemaal door? Nou, de balkenbrei wordt bij ons gemaakt met een aantal liters bouillon. Ja. En daarin percentage lever en vleesresten. Ja, we moeten zeggen waar je anders gehakt van maakt. Ja, precies. Gaat nu dan ook in de balkenbrei. Maar verder is eigenlijk het systeem hetzelfde gebleven, alleen we hebben daar een heerlijke machine voor. Ja. Nou, onze spierwallen daar niet voor hoeven te gebruiken. Nee, precies. Dus, nee. En het goed doorgaren is ook belangrijk. Ja. Dat gaat overal eens een keer mis. Als dat niet lukt, dan heb je een slappe balkenbrei. Dat is vervelend. Geen succes. Nee, precies. Maar die balkenbrei werd dan dus veelal in schalen gestort. Plat gedrukt in schalen en glad gestreken. En dan laten afkoelen. Dus andere daags dan kon het gestort worden, dan gooiden ze op een plank en dan werd hij in stukken gesneden. Toen deed men het nog wel eens in de vriezer, nee toen nog niet, maar later deed men het in de vriezer, wat overigens ook geen succes is. Nee, gaat gauw brokkelen, ja, hè? Ja, ja. Ja. Maar dan werden de plakjes van gesneden en die plakjes werden krokant gebakken. Ja. En mijn schoondochter, de film, die zegt heerlijk met een likje mosterd erop. Ja. Het is net een kroketje, zeg maar. Super lekker, ja. Op een wit broodje heb ik hem het liefst. Ja, ja, zo is het. Ja, dat is, en het is een product wat in de winter toch veel verkocht wordt. Ja. Gewaardeerd wordt door de mensen. Ja. Het is natuurlijk vroeger, tijdens het ontstaan, dat er geen kroketten en frikadellen en alle dingen, snacks. Alle snacks waren. Ja. Dus de mensen waren er gek op. Het was kwalitatief. Zeg ik altijd niet geweldig, wat erin zat, dat toen de producten ook niet heel weinig erin. Ja. Want ze maakten van heel veel water en bouillon, maakten ze een grote bakken balkenbrei. Ja. En hadden ze van één varken soms wel 40 kilo balkenbrei. Ja, ze hadden toen nog weinig voedingsstoffen in. Ja. Maar toen maar lekker hard opgebakken en dan was het weer een feestje. Smaakte het wel, ja. Nou, we hebben het nu weer in de winkel, nu alleen van varken en rund gemaakt. Gaan we binnenkort ook weer van wild maken? We gaan het, als we nou een maandje verder zijn, gaan we ook weer van wild. En misschien wel iets eerder al, als er echt vraag naar komen. Van het en zwijn. Want dan is het dan eigenlijk hetzelfde procedé, alleen van wild mogen we bijna geen levers gebruiken. Nee. Dat komt dus leven van normale beesten die we hier slachten. Ja, en waarom die worden afgekeurd, hè? Ja, levers wordt van herten en zo, wordt allemaal met zware metalen en weet ik veel wat. Ja. Ze hebben van allerlei dingen ervoor bedacht om dat af te keuren. Vinden ze niet geschikt voor menselijke consumptie? Nee. Nou, pa, bedankt weer. We zijn met z'n allen weer een stukje wijzer na deze film. Tot de volgende keer. Ja, heel graag. Dankjewel, pa. Oké.